heien, raspen, hakken, boren en puffen. In Vlaardingen bouwen studenten archeologie deze dagen flink aan twee duurzame nieuwe bungalows. Maar dan wel in de stijl van 1000 jaar geleden. Ja, we zijn hier inderdaad een heel oud huis aan het maken. Een huis van ongeveer het jaar 1000. En die zijn we op de ouderwetse manier aan het proberen te reconstrueren. En al dat middeleeuwse geklus is niet zomaar. Volgende maand wordt de slag bij Vlaardingen uit 1018 nagespeeld naast de huizen in aanbouw. En we hopen dan dat er echt al een flink stuk klaar staat, zodat het, echt het geraamte van het huis mooi zichtbaar is op de heuvel. En dat is wel flink doorwerken, maar we hopen dat we een aardig eind komen. Er zit ook een Rotterdamse touch aan, want onder de markthal, bij de aanleg van de markthal, zijn restanten gevonden van deze woning. Ja, dat is heel leuk en daarom hebben we ook naar die plattegrond uitgezocht. Omdat het echt heel lokaal is hier. En als je door de markthal loopt, dan kan je bedenken van dat huis wat hier nu gebouwd wordt, dat heeft hier dus lang geleden hieronder gestaan. En hebben onze voorouders dus gewoond. En ze waren hun tijd ver vooruit. Eigenlijk heel modern. Er is geen gasaansluiting. Nee, en zelfs zo modern dat ze niet eens zonnepanelen nodig hebben. Dus dat is helemaal geweldig. Genoeg gepraat. Aan het werk. Want er moet echt wat te zien zijn als op 9 en 10 juni de slag bij Vlaardingen in de Broekpolder wordt nagespeeld. Honderden deelnemers uit heel Europa zullen de wapens laten kletteren. En het is te hopen dat ze de nieuwste villa van Vlaardingen in al dat geweld heen laten.